Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video. Vandaag doe ik het er eventjes uit de armhand. Want ik ga jullie meenemen in zeg maar mijn beauty routine voor de vakantie. Ja, ik doe zeg maar altijd een paar dingen om eventjes ready te geraken voor het zwembad, om het zo maar te zeggen. Dus eventjes een beetje gebronst, de boel netjes gelakt, de wenkbrauwen in de verf. Dat soort dingetjes. Dus het leek me leuk om jullie daarin mee te nemen en even mijn tips te delen. Dus we beginnen in de ochtend. En dan vertel ik je ook even wat ik de avond daarvoor al heb gedaan. Maar ik zit me nu te bedenken dat ik volgens mij één dingetje was vergeten. Nou, misschien ook niet. Ik kom er niet meer op. Maar anders zet ik het even onder het betreffende stukje neer. Maar goed, nu heb ik dat dus allemaal gedaan. Ik heb me inmiddels ook opgemaakt. Ik denk, ja, is toch wel leuk ook voor een beetje het beeld. Dus ik ga jullie nu laten zien wat ik vanmorgen heb gedaan. Het licht in de badkamer is natuurlijk enigszins dramatisch. Maar goed, ik ben gisteravond al, of eigenlijk gisterochtend al begonnen met scrubben en scheren. Scrubben heb ik gedaan met de Medique 8 Smooth Body Scrub. Met deze handschoen, dus echt een super scrub. Dus alles is nu af. En ik heb me dus geschoren. En wat ik nu ga doen, dat is iets wat ik dus sinds kort doe. Maar ik heb wel het idee dat het, nou ja, een interessante toevoeging is. Dus ik doe nu, ga ik me helemaal insmeren met de body lotion die daarbij hoort. Dus de Medique 8 Smooth Body Lotion. En dat laat ik dan een uurtje intrekken. Sorry, de kinderen zijn. Ik kom eraan, schat. Het is gewoon een normale dag, hè. En dan smeer ik me in met deze body lotion. Laat ik een uurtje intrekken. En dan ga ik pas door met bronzer. Bruinsel. Zelfde. En goed, dat bedoel ik. Dus dat ga ik straks laten zien. En ik heb op mijn gezicht, wat ik normaal eigenlijk 's avonds doe, heb ik ook al. Hup. Oh. Ik heb een andere room, jongens, geen paniek. De self-tan drops gebruikt van Isle of Paradise, de groene. Gecombineerd met olie. Normaal doe ik dat eigenlijk altijd 's avonds, maar ik was het gisteren vergeten. En ik dacht, dan doe ik het gewoon nu op. En laat ik het even intrekken en dan kijk wel even of ik me straks nog opmaak of niet. Ik heb in principe geen overleg. Ik hoef alleen maar te werken en ik ga ook inpakken. Dus nou ja, we zien het wel eventjes. En dan neem ik je straks mee in de rest van de routine. Oh, en het enige wat ik nu al wel ga doen is dit. De L'Oreal Sublime Bronze. Daarmee ga ik mijn rug insprayen. Want ja, de ken ik anders niet bij. Het is vooral belangrijk om ook al die droge plekjes mee te nemen. Dus hier. Yeah. Ook goed je voeten en je enkels, knieën. Inmiddels heb ik de kids naar de opvang gebracht. Ik stik eventjes. Ik heb nog wat laatste boodschapjes gedaan. En nu ga ik even mijn bruin routine doen. Dus ik ga alles weer uittrekken en aan de bruin. Dus dat ga ik jullie eventjes laten zien. En dan ga ik daarna inpakken en dan ga ik aan het werk. Ik hoop dat ik heb, omdat we natuurlijk nog niet zo heel lang geleden ook een weekje weg zijn geweest, heb ik heel veel dingen gewoon eventjes zo gelaten. Want ik dacht, ja, we gaan binnenkort weer. Dus ja, dat scheelt nu als het goed is een hele hoop tijd. Ik heb ook gisteravond al best wel wat gedaan. Nielse kleren, speelgoed, mijn kleren. Dus ik moet nu nog Elin's kleren. En ja, wat altijd het langste duurt, is zeg maar de losse dingen. Dus dat ga ik zo meteen doen. En dan kan ik daarna aan het werk. Ik hoef gelukkig vandaag niet schoon te maken, want de hulp komt vandaag wel. Want vorige keer kon ze niet komen voor de vakantie. En vorige week kon zij niet komen, omdat de kids hier in quarantaine zaten. Dus, en de keer daarvoor was zij op vakantie. Dus ik ben echt heel erg toe aan dat zij eventjes komt helpen met het schoonmaken. Want ja, zoals jullie weten, komt mijn oom altijd in ons huis om op middens te passen. Dus vind ik het wel netjes als het een beetje schoon is. Dus ik heb nu bedden goed in de was zitten. Ook van Elin, want haar luier was vannacht soort van scheef komen te zitten of zo. Dus ze zei ineens, oh, mijn onderbroek is nat. Toen dacht ik, dat is wel gek. Oh, mijn onderbroek doet het niet meer, zei ze. Nou, dus ik zei, oh, dat is gek. Nou, ik heb alles uitgetrokken. Ik zei van, nou, ga jij even lekker bij papa liggen. Maak ik lekker je bedje droog en dan kun je er weer in. Dus, maar goed, toen moest ik in Nielse kast nog bedden goed gaan zitten zoeken. Want ja, ook de hele deken, zeg maar, was nat. Dus ik heb uit
Niels de Kast nog een deken getrokken en zijn bed met een dekbed. Maar goed, dus nu ben ik dat allemaal aan het wassen. En ons bed, zodat het ook schoon is voor mijn oom. En nou ja, dat soort dingetjes. Maar goed, nu eerst bronzen. Ja. Sorry voor als jullie de droog in de wasmachine horen, maar ja, moet gewerkt worden ondertussen. Ook al aan al die dingen. Ik sta nu in de badkamer. Ik ga dit zo uitdoen, maar... Hè. Ik ga me tannen met de Isle of Paradise, dus eigenlijk die ik vanmorgen ook gebruikte voor mijn gezicht. Alleen dit is dan de self-tanning mousse. En ja, ik vind dit gewoon een heel fijn merk. Het is wel intens. En dan gebruik ik daarbij de Bondi Sands Mid. Ik vind dit echt een hele fijne handschoen. De beste die ik tot nu toe ooit heb gehad. Maar ik heb een staart gedaan en ik heb dus nog die body lotion op die ik vanmorgen heb opgedaan. Dat was dus een tip van mijn schoonheidsspecialist, dat heb ik eerder ook al een keer verteld. Ik blijf het een beetje in mijn hoofd een beetje error vinden, maar ik, ik heb het nu een paar keer gedaan en de 9 van de 10 keer was het inderdaad het effect heel goed. Dus fingers crossed, dat is altijd lastig natuurlijk met hetzelfde en het zal het maar weer, hoe gaat dit uitpakken. Nou ja, maar vanmorgen heb ik dus al mijn rug ingespreid en nu ga ik dus de rest van mijn lijf insmeren. Dan doe ik eventjes een los shirt aan en een kort broekje en dan ga ik alle spullen inpakken en dan kan het ondertussen drogen. En dit hoef je dus ook niet af te spoelen, dus dit blijft gewoon zitten totdat ik me morgenochtend douche. Ja, dat is na een paar uur, geloof ik, dat is na een uur of zes of zo, vier tot zes uur. Nou ja. So in the meantime, eat some ice cream, watch a movie, call a girlfriend. Just don't get that tan wet. Nou goed, daar komt geen tijd voor. Wij gaan inpakken en dan aan het werk. Dus let's go. Wat ik altijd doe is, nou ja, een aantal pompjes. Ik weet het nooit helemaal precies, zolang het maar allebei de kanten hetzelfde aantal is. Het is een soort schuim. Een toefje. En dan smeren op hoop van zegen. Vooral even opletten dat je alles meepakt. Ik doe een soort ronddraaiende bewegingen. En ik begin altijd met mijn benen en dan werk ik zeg maar naar boven toe. En ik weet alweer wat ik vergeten was te zeggen. Dat gaat namelijk over mijn voeten. Want die probeer ik ook altijd een beetje de verzorgde uit te laten zien voor de vakantie. En dan smeer ik ze in ieder geval één of twee avonden voordat ik ga in met dit. Dit is de Seba met Trockenhout voetcreme. Met, dit is vooral belangrijk, 10%, ja, 10% urea heet dat. En dat helpt goed tegen van die hele droge... Dat is beter. Dat helpt heel goed tegen van die hele droge hielen. En dat heb ik. Dus zeg maar, ik kan ze scrubben en met zo'n vel en zo doen. Maar uiteindelijk is het gewoon heel droog. Dus nou, dat probeer ik daarmee op te lossen. Dus dat was nog vergeten te vertellen. Maar goed, ik ga dit nu laten intrekken. En dan ga ik aan het inpakken. En dan zie ik jullie vanavond terug voor de nagels. Ook van de tenen. De wenkbrauwen, de whole shebang. Het is inmiddels avond en ik ga mijn wenkbrauwen verven. Daar heb ik een hele aparte video over gemaakt. Die zal ik wel eventjes linken hieronder. Maar dat doe ik in ieder geval met Refecto Seal nummertje 3. En dan ga ik dat even doen. Dat zal ik zo eventjes laten zien hoe het eruit ziet. Maar ik heb daar dus een hele video over gemaakt dat ik uitleg hoe ik dat precies doe. En zoals je hoort, wordt Elena naar bed gebracht. Dus het is een beetje herrie. Dus ik ga het eventjes om zo op jullie terug. Zo, het heeft nu even tijd gehad om in te trekken. Ik heb ondertussen nog slaapliedjes geschoren met deze goede look. Ik krijg de vraag, man, wat heb je op je hoofd? Nou, dit dus. Het is nu tijd om het eraf te halen. Doe ik met wattenschijfjes.
En dan ga ik het even afspoelen. En dan zit het uiteindelijke resultaat. En dan ga ik morgen even bij daglicht kijken of ik nog wat haren moet weggaan. Sorry voor de ninja op de achtergrond. Dat is Niels, die is nog even aan het spelen. Die gaat zo naar bed. Maar dan ga ik morgenochtend dus nog even kijken of ik nog wat moet epileren. Maar dan heb ik in ieder geval weer wenkbrauwen. Dat is altijd fijn. Dan gaan we zo meteen nog nagels doen. Ik heb nu nog wel nagellak op. Zoals je kan zien. Maar dat blijft natuurlijk niet de hele week zitten. Dus ik ga nog even een verse manicure doen. En natuurlijk pedicure. Of tenminste nagels lakken. Laten we niet al te wild maken. Ik heb dus nu deze nagels. Hij stelt niet echt scherp. Maar dat is deze kleur van Gitti. Oh, misschien ziet hij zo. Ja, kijk deze. Maar goed, die zitten nu al flink wat dagen op. Dit is kleur 04. Heeft ook een naam. Maar dat weet ik even niet meer. En dan heb ik er deze topcoat overheen. Maar goed, dat is dus best wel een kleurtje. En ik ben het er al aan het afhalen. Vind ik heel satisfying. Je pielt het er zeg maar gewoon af. Ik geloof niet dat dat de bedoeling is, maar ik vind dat heerlijk om te doen. Dus deze kant is er al af. En dan ga ik wel weer voor die topcoat, maar dan ga ik voor 07. Dat is gewoon eigenlijk, ja, je zou zeggen dat het roze is, maar dit is gewoon natuurlijk, zeg maar. Het is gewoon nagelkleur. Op mijn tenen ga ik voor deze van Essie. Dit is gel lak, dus dat blijft er goed op zitten. Maar ik vind deze kleur net niet helemaal ideaal voor mijn vingers. En ik vind het ook altijd op vakantie, weet je, op een gegeven moment gaat het toch op je handen niet meer goed zitten. Omdat je heel veel in het zwembad en zo bent. Op je voeten blijft het altijd wel lang zitten, maar op je teennagels. Maar mijn ervaring is dat je op je handen toch wat sneller eraf gaat. En dan vind ik gel lak super onhandig. Dan vind ik dit veel makkelijker, dat je er gewoon af kan pielen en een nieuw laagje kan doen. Ik neem overigens die lak niet mee. Ik heb gewoon een soort basislakje. Gewoon altijd in mijn make-up tas of in mijn make-up tas. In mijn toilettas zeg maar zitten naar vakantie. Dus als dan mijn nagel weer afgaat, dan doe ik gewoon zo'n transparant lakje. Super simpel. Ga ik niet een bezem en een topcoat en ik weet allemaal meer doen. Want dat is meestal toch de laatste dagen. Maar dat ik dan denk, nou het ziet er net niet meer leuk uit. Maar goed, dit ga ik nu doen. Dus ik ga eerst even nagellak remove ook van mijn tenen. En dan ga ik dat doen. Ik gebruik trouwens altijd deze dingen. Die mits echt heel leuk om mee te spelen. Dit zijn van die teenspreis. Ik heb al 100 jaar. Maar mits vindt het heel leuk om mee te spelen. Dus het is altijd, als ik die dingen op mijn voeten heb, is het gevaar voor eigen leven. Maar goed. Ik ga dat nu lekker doen en even veilen. En dan zit mijn beauty routine er weer op. Op het epileren na. Maar goed, dat komt morgen. Nou, de teentjes zijn gedaan. Sorry voor iedereen zoals ik met een voetfobie. Ja, ik kan echt. Ik hou niet van voeten. Ik vind mijn eigen voeten prima. Maar mijn eigen voeten met zand kan ik bijvoorbeeld totaal niet handelen. Maar andermans voeten liever ook niet. Maar goed, dat terzijde. En dit zijn mijn nagels. Ik ga het even anders laten zien. Zo kun je ze denk ik beter zien. Dus je ziet gewoon een heel natuurlijk kleurtje. En dat vind ik gewoon heel makkelijk voor op vakantie. Kortom, ik ben ready om een weekje op werkvakantie te gaan. Ik hoop dat jullie deze soort Get Ready for Vakantie video leuk vonden. Als je het vond, vergeet vooral een duimpje omhoog te doen en je te abonneren door hieronder op de abonneerknop te drukken. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken en ik zie jullie heel graag heel snel bij een nieuwe video. Doeg!